Dit is een video van een Pardo. We hebben weer een leuk pakketje binnengekregen van Zena Fanshop. Dit is. De camera ging net even verkeerd, dus ik moest het even opnieuw doen. Zena Fanshop, kijk, dat is de laatste keer, want hij stopt met de webshop. Hij doet nog wel via Instagram de laatste spullen verkopen. Dan gaan we eens even kijken wat ik weet al ongeveer nog wat ik besteld heb. Kijk, plastic. Heb ik natuurlijk ook besteld, maar hebben jullie besteld? Maar. Kijk, hier zit het pretpakket. We hebben handschoentjes gekregen, van die halve handschoentjes. Die zijn erg handig voor als je gaat stoken. Fijn spul van in de winter. Ik heb, kijk, niet besteld, gratis erbij, die handschoenen ook. Kerstkaartjes, hartstikke leuk. Kijk, die kunnen we natuurlijk bij mensen in de buurt weer doen. Dan vind je een fijne kerst en de klant nieuwjaar. En dat wensen wij natuurlijk iedereen. Kijk, een leuke foto erbij. Wat te lekker. Nee, is gekheid. Dan hebben we hier een pakketje ook gratis erbij gekregen. Zie ik nou, dat is leuk. Partyland, veilig instructies om veilig vuurwerk aan te steken met een afvalzak. Aansteklont en deze dingen, wat dat is, dat weet ik niet. Dat zijn oordopjes. Die moet ik op het werk ook altijd op. Maar met oud en nieuw gebruiken wij die hier. Dan hebben we hier nog de stickers, kijk. Die heb ik ook nog een paar zelf nog liggen, dus dat is hartstikke leuk. Kunnen we nog wat mee doen. Dan hebben we hier nog, kijk eens aan, heb ik ook gratis gekregen. Hartstikke leuk, dankjewel daarvoor. In leuke Cobra 11. Zelf heb ik die spul nooit gehad in de echte versie dan. Maar dat is echt super vette dummy. Is mooi afgewerkt, echt kwaliteit dit. Hier word je echt wel vrolijk van. Dus die komt mooi bij de dummy collectie. En dan hebben we hier ook erbij gekregen een aantal van die Zenefest sleutelhangertjes. Erg leuk, ik heb ze zelf op mijn fiets zitten. Fietsleutel zitten werkt echt super goed, kijk. En die hebben we een hele paar gekregen, dus die kunnen we ook mooie aan mensen uitdelen die dat maten van mij, die ook een vuurwerkliefhebber zijn, die krijgen ook van mij een mooie sleutelhangertje. Dat is hartstikke leuk. Dankjewel daarvoor, echt leuk. Super blij met de sleutelhangertjes. Dan hebben we hier natuurlijk, dat is voor de zip voor aanstekers. Dat is volgens mij voor zippers, meneer. Voor de, zijn we die vuursteentjes voor aanstekers. Ook handig, dankjewel. Altijd leuk. Hier nog een setje aansteklontjes, altijd leuk. Voor erbij, hè, als je overwets wil stoken. Dan hebben we hier nog een stapeltje stickertjes. Burgerinitiatief. Heel erg handig. Vind ik zelf ook leuk. Ik ondersteun het ook zeker. Kijk, en dan hebben we hier nog flyertjes. Zena merchandise. Ook hartstikke leuk. Die ga ik natuurlijk ook eentje ophangen bij mijn verzameling. En dan hebben we hier een gratis gekregen ook weer. Kijk, een heleboel stickers. En die zijn fijn en die zijn heel erg leuk, deze stickers. Want nou, ik heb er eentje op de stutator geplakt zonder de helft, maar dan maar net. Kijk, hebben hier dus, die kun je dus op een aansteker ook plakken. Dat is leuk. Ik heb hier de stutator. Kijk, ik heb hem even op de achterkant geplakt. Zonder erg. En dan gaat hij er niet meer vanaf. Maar dan maar net. Kijk, dit is dus wat ik besteld heb. Kijk, dit is een stutator. Golden blauw. Een blauwe. Kijk, is echt dik spul. Is een origineel dummy. Origineel uit de fabriek. Maar dit is echt kwaliteit hoor. Hij voelt ook mooi zwaar aan. Echt leuk spul. Ik heb ze zelf nooit gehad, natuurlijk in het echt, maar ja, dit is natuurlijk wel echt vet. En ze komen natuurlijk hier vandaan. Ik plak er meteen eentje op. Maar dit is echt het topmateriaal dit. Toppetjes, echt super vet spul dit. En hier hebben we nog van die kaartjes. Kijk, die heb ik zelf ook al eentje in mijn verzameling liggen in de kast. Dit zit er nog bij. Kijk, dat zijn dat van is. Moet even kijken. Nederlands, moet ik even kijken wat er staat. Staat er geen Nederlands op? Nee, staat natuurlijk geen Nederlands op. Oh. Het is denk ik van aanstekers of zo. Hier, ja, denk het wel, aanstekers. Er zit er ook een heleboel in. Grappig. Nou, dan hebben we hier nog wat stickertjes. Kijk, die zijn ook hartstikke leuk. Die heb ik niet besteld, maar die heb ik wel gekregen. Kijk, natuurlijk gratis, dankjewel, hartstikke leuk. Die zijn echt leuk. Ja, dan ga ik iets leuks mee doen. Dan ga ik bijvoorbeeld op een aanstekertje plakken of iets ergens. En op een fietsje, daar kan er ook nog wel bij. Hartstikke leuk. Dan hebben we hier nog twee sleutelhangertjes. Hartstikke mooi, dankjewel. Hier hebben we nog die kaartjes. Kijk, die kennen we natuurlijk ook wel.
Kijk, die kaartjes. Kijk, en nu altijd nog. Ja, kijk, en hier dus op deze adres. Boom Boom Jeff. Op Instagram verkoopt hij de laatste dingen nog. Dus dan kun je dus nog bij je gaan kijken. Dan hebben we hier nog deze stickertjes. Die heb ik ook besteld voor mijn verzameling van erbij. Kijk, dat zijn oude stickertjes van Zenofan. Die YouTube, nog een YouTube kanaal bezig was, weet je, met filmpjes. En dan hebben we dus een paar stickertjes van besteld. Kijk, hartstikke leuk. Die gaan we ook bij de verzameling plakken. Zenofan YouTube. Hartstikke leuk. Dank je wel. Die heb ik besteld, dus dat is mooi. Deze, kijk, weer het stickertje. Kijk. Dus die gaan we ook maar opplakken bij de verzameling. Die zijn we heel erg blij mee, want dit is een leuk spul. Hier nog die kaartjes. Kijk. Dit is echt geweldig mooi. Leuk. Hier nog. Kijk, dan neem je nog meer van die dingen. Hier nog twee sleutelhangers. Hartstikke leuk, sleutelhangers. Ik kan er echt leuke dingen mee doen. Een paar ophangen. Nou, hier hebben we nog wat dumbums. Sleutelhangertje. Dumbum, kijk, dumbum dummies. Erg goede kwaliteit, leuk. Dit is dumbum. Het is gewoon dumbum. Purple volgens mij, dumbum purple is dit. Kijk, hier. Dummies. Hier nog. En dan hebben we hier nog, ja, er zit nog een kaartje. Dit heb ik nog besteld, kijk. Deze Anstikon, Blue Cheetah, vond ik ook leuk voor de verzameling. Kijk, nog leuk. Dan heb ik hier nog, wat ik ook besteld, een stickertje, wat ik ook besteld heb. Kijk, dat komt het leuke spel. Dit is dus een, dat gaan we ophangen. Dit is een 10 meter trakker met twee keer de eindbom. Batteriamat, sorry, batteria. Kijk, dit is de trakker. Dit is batteriamat, Italiaans batteriamat. En dit is de originele trakkamat. Het is een Terremoto. En dat is dus schijnbaar van Valencia, van de Vallas, zeg maar, van de Mascaleta. Is dit, zijn dit de eindvlinders, zeg maar, de finale hangt hier altijd aan. Kijk, dat is een mooie professioneel setje. Die gaan we leuk ophangen. Nou, dan hebben we nog hier nog die kaartjes. Kijk. Gaan we even alles mooi neerleggen. Kijk. Nou, dit zijn de spulletjes die we gekregen hebben. Hartstikke leuk. Dit mooie spulletje die ik besteld heb. Deze echt dik. Echt super mooi. Nou, dat was hij.